voor mij en voor DVS TV Thijs van Diermen. Een echte DVS'er, Thijs. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, ik ben een echte DVS'er. Ik ben op mijn derde begonnen bij DVS. En eigenlijk sindsdien bijna niet weg geweest. Eén uitstapje gemaakt naar Zwolle, maar wel altijd bewust lid gebleven ook. Dus dat is inmiddels al 16 jaar. Zo, op je derde? Kan dat wel? Ja, dat mocht. Dat was destijds bij de Bambino's. Was dat? Ja, bij de Bambino's. Dat was daarachter ergens. Ja. Bambino's, World Cup... F's, C'tjes, D'tjes. Hey, die voetbalgenen, van wie heb je die? Van je vader of van je opa? Ik denk allebei wel een beetje. Nou, mijn vader was natuurlijk altijd keeper. Ja. Dus hij was naar eigen zeggen en ook van het publiek zeggen wel vrij goede keeper. Maar wat blessures en toen liep het mis. En opa, die zit ook wel voetbal in het bloed. Die heeft denk ik geen één thuiswedstrijd van mij gemist. Die 16 jaar, heeft opa allemaal volgemaakt. Die staat altijd langs de lijn. Hij heeft zelf ook nog wel gevoetbald. Dat weet ik. Want ik was pupil toen hij, denk ik, zo'n beetje bij de junioren zat. En hij speelde onder andere met Kokkie André en Joop Bakker en zo. Dat soort kornuiten. Ja. Nee, als ik daar nog wel eens aan de eettafel zit, dan zijn dat wel namen die nog wel eens voorbij komen. Ja, inderdaad. Stoere verhalen ook natuurlijk. Als een echte opa. Zeker. Ja, heel leuk. Heel leuk. Hey, je hebt gezeten bij onder de 23, hè? Afgelopen seizoen. Ja, afgelopen seizoen heb ik bij onder 23 gevoetbald. Toen heb ik af en toe met trainingen aangesloten. En een zeldzame keer na de wedstrijd hier nog op de bank gezeten bij het eerste. En op een gegeven moment te horen gekregen dat ik door mocht stromen naar het eerste. En daar ben ik natuurlijk super blij mee. Hartstikke mooi, hartstikke mooi. Hey, maar ik heb je verleden jaar hier nog een oefenwedstrijd zien spelen tegen Kozakkenboys volgens mij. Ja, dat zou ik goed kunnen. Ja, toen speelde je best met Sam van der Lange mee en zo. Ja. Toen dacht ik, nou, daar zit wel potentie in. Bedankt. Nou, ik hoop dat we waar te gaan maken. Natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Welke positie speel jij het liefste? Nou, dat is door de jaren wel een beetje veranderd. Ik heb veel afgelopen tijd op middenveld gestaan, maar dit jaar ga ik wel echt voor de linksback positie. Ja, linksback positie, ja. Ja, dat je bent... dan sta je een beetje achter Roland Baas. Ga je daarvan uit of ga je echt de concurrentie met hem aan? Of? Nou, ik ga natuurlijk wel de concurrentie met hem aan. Maar Roland heeft niet voor niets de afgelopen jaar bijna alles gespeeld. Ja. Dus daar kan ik veel van leren. Maar ik ga natuurlijk wel de concurrentie aan. Ja, ik zag dat je afgelopen zaterdag tegen WHC vrij makkelijk die positie innam. De tegenstand was natuurlijk ook niet fantastisch bij WHC, maar ondanks dat gaat het eigenlijk wel steeds beter. In het begin was het wel een beetje wennen op de linksbackpositie, maar daar groei je toch in. Ja, leuk is dat. Hey, ben jij een sportfanaat of niet? Nou, ik vind sporten wel echt leuk. Naast voetbal doe ik ook nog wel eens tennis, pingpongen ben ik heel erg van en padel ook. Dat zijn wel de sporten die ik naast voetbal ook nog heel erg leuk vind. Ja, en Olympische Spelen, heb je dat frequent gevolgd? Ja, nee zeker. Daar mocht ik wel naar kijken. Ik ben daar niet constant naar aan het kijken, maar het staat altijd wel aan. En als het dan een Nederlander is, dan ga ik toch gauw even kijken natuurlijk. Ja. Er werd wel bijna gejuicht als er dan een medaille binnen was. Ja. Ik ben er zelf helemaal lijp van, Olympische Spelen. Ja, alles. Dat heeft ook een beetje met mijn vak te maken natuurlijk. Dat hè? Is ook zo. Ja. Zo is dat. Hey, wat verwacht jij van dit seizoen? Ja, je gaat natuurlijk vechten voor je positie. Ik ga natuurlijk vechten voor mijn positie. Ik verwacht dat het voor mij een heel leerzaam seizoen zal zijn. We hebben echt in mijn ogen een hele goede brede selectie ook. Gewoon hele goede voetballers met heel veel ervaring. En ik denk dat ik daar heel veel van kan gaan leren. Ik ga natuurlijk vechten voor mijn plek, maar ik denk dat dit vooral een heel leerzaam jaar voor mij zal worden. Waarin ik mezelf echt hoop te ontwikkelen en gewoon al mijn minuten wil gaan pakken voor het team en het team daarbij wil helpen. Ja. De combinatie studie en lekker voetballen, dat is wel een goede combinatie denk ik. Zeker, ja. Ja. Welke studie doe je? Ik studeer in Zwolle bedrijfskunde. Daar zit ik nu in mijn eerste jaar. Nou, dat is prima te combineren met voetbal en ik werk ook nog wel wat daarnaast. Ja. Heerlijk, bij Windesheim, hè? Ja, inderdaad. Oké, precies. Goed zo. Hey, overgang van onder 23 naar derde divisieniveau. Wat vind je daarvan? Wat zijn zo je ervaringen, zeg maar? Ja, die stap is wel flink. Ik denk, met onder 23 spelen we ook eerste divisie, dus dat is al wel vrij hoog. Maar toch merk je dat dat echt nog jeugdig is en dat dit...
toch een beetje het volwassen voetbal is. Ook tijdens de trainingen op bij de onder-23 werd dat altijd gezegd van ja, volwassen worden of iets in die trant. Dat komt echt omdat ja, hier kun je eigenlijk niks aan het toeval overlaten. En het tempo ligt vooral een stuk hoger met aansluiten, baltempo. Ik denk dat dat wel echt, daar kun je echt stappen in maken als je vanuit onder-23 komt. Ja, je bent goed opgevangen. Zeker, ik word heel goed opgevangen. Ja? Daar ben ik heel blij mee. Heel goed, hartstikke mooi. Ja, want vroeger was het vaak toch wel de mannetjes die vochten voor hun eigen stikkie. En degene die eventueel talent hadden en er aankwamen, weet je wel, dat werd echt als een grote tegenstander bevonden. Ik word goed opgevangen, zeker. Mooi. Ik denk dat daar is natuurlijk wel wat van waar, maar ik ben heel blij met hoe ik opgevangen word en de sfeer en zo is hartstikke fijn en prettig in dit team. En je had het al natuurlijk over een heel leerzaam jaar, hè? Zeker. En dat wensen we jou ook toe. Top, een heel goed seizoen, jongen. Hartstikke bedankt. Oké, Thijs, bedankt. Dank u.